Ik zal het gewoon nog één voor één uitleggen. Mocht u vragen hebben, wees niet bang om ze te vragen. Want daar zijn ze voor natuurlijk. De eerste oefening die we uitvoeren hier, noemen we de backbridge. Nou, lig op het matje, voeten schouderbreedte, schouders op de grond, allemaal langs het lichaam. Je gaat proberen in een tempo van omhoog. 3 seconden vasthouden. Let op dat je knieën, heup, schouders één lijn. 1, 2, 3. En dan 2 seconden op de grond. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Mocht dit je te makkelijk afgaat, dan mag je tijdens op hoog gaan, je been strekken. Probeer goed op te letten dat je knieën in één lijn blijven. 1, terug. Nog. Vraag open. Ja? Oké, prima. De volgende oefening is hierbij step. Voeten schouderbreedte, rug recht, schouders naar achteren. Het is puur alleen maar op het stepje en af. Op het stepje en af. Je mag zelf gaan bepalen welk tempo je wil handhaven. Zolang de houding maar goed aangenomen blijft worden. Zijn er vragen over? Prima. De volgende oefening, hier bij het matje, is de squat. Je gaat staan op schouderbreedte, met de voeten. De handen mag je naar voren bewegen, je mag je voor je lijf houden. Je gaat proberen met je kont naar achteren en met je benen in een hoek van 90 graden. Waar je goed op moet letten is dat de knieën bij het inzakken niet voorbij de tenen komen. Rustig armen naar voren inzakken. En ik wil dat je dit in een frequentie laat doen van 1, 2 seconden in, 1, 2 seconden uit. Dan heb je goed te letten op je rechterrug, schouders en armen. Zijn er nog vragen over? Eén vraag. Prima. Goede groep. Oké, de volgende oefening. Wat is weer een step oefening? Het is een zijwaartse step. Zijwaartse op. Zijwaartse op. Zijwaartse op. Zijwaarts nog. Blijf goed letten op de houding. Rug recht. Niet voorover naar de step kijken. Blijf letten op de houding. Vraag open. Geen vraag. Oké. Okay. Gaan we naar de volgende oefening. Die noemen we de front bridge. Dat betekent, licht voorover. Hoog armen tot de 90 graden. Kop de tenen. En proberen de rechte rug uit te nemen. Echt voor die buik- en rugspieren, probeer niet naar beneden te hangen en niet te bol te maken in één lijn. Lukt dit niet, mag je de knieën buigen en het vanaf de knieën doen, dan wordt het een stukje lichter. Zijn er nog vragen over? Oké, volgende oefening is weer een step oefening. Gaat op, gaat af, omdraaien, op en af. Omdraaien, op en af. Omdraaien, op en af. Probeer nog goed op de houding te letten. En jullie mogen zelf bepalen hoe zwaar je en hoe snel je het wil gaan doen. Zijn daar nog vragen over? Geen vragen over? Oké. Gaan we naar de laatste oefening op de mat. Dat zijn de gewone crunches. Heel goed behalve, was hier goed samen. Oké, je gaat voeten schouderbreedte, schouders al een beetje licht van de grond, wijsvinger, middelvinger op je slaap, elleboog naar buiten, dan ga je een hele klein stukje omhoog, 2 seconden vast, terug. Omhoog, 2 seconden vast, en terug. Zijn daar vragen over? Oké, gaan we naar de laatste oefening. En die is weer op de step. Naast de step gaan we beginnen met plaatsnemen. Op de step zijwaarts, naast de step dribbel. Op de step zijwaarts, naast de step dribbel. En blijf goed letten op de houding. Oké, zijn daar vragen over? Oké, is elke oefening duidelijk? Oké, mogen jullie allemaal oefeningen gaan uitzoeken? Oké, jullie nog zo'n 40 seconden de oefening gaan uitvoeren bij het station waar je bent. Wie was de front bridge? Ja.
20 seconden pauze en even de tijd om naar de andere oefening te gaan. En daarna gaan we weer verder. Als we 4 rondes gedaan hebben, krijgen jullie eventjes een minuutje pauze. Om eventjes goed alles weer eventjes tot rust te laten komen. En dan gaan we met de volgende 4 oefeningen verder. Oké? Okay? Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1 en start er maar! Yeah.
Vaatborden geven we pijn aan. Goed zo. Mooi laag. Goeie houd. Goeie zwaai maar snel, want je denkt niet trekken. Hallo, hè? Oké, dan gaat hij 5, 4, 3, 2, 1, en daar gaat hij weer.